Dit programma wordt u aangeboden door Leibrand Telecom. Nou, we hebben hier een groep gekoppeld van konijnen die wat problemen hebben. En dat is onder andere zeg maar een konijntje die baarmoederkanker had en daaraan geopereerd is. Ook op leeftijd is, waardoor ze gewoon slechter uitplaatsbaar is. En verschillende konijnen die bijten lopen ook hier in de groep. En we hebben ze hier in de groep gekoppeld om te kijken of ze daarmee sociale gedrag gaan leren. Maar ook om ze een beter leven te geven al hier in de opvang. Want de meeste hokken zijn klein en daar wil je gewoon die dieren lang in opsluiten. Dus de konijnen die zeg maar hier langer zitten, die proberen we dan zoveel mogelijk in de groep te koppelen om ze het leuk te laten hebben. Wat heel belangrijk is, is dat ouders hebben een voorbeeldfunctie. En de kinderen doen de ouders na. Dus als de ouders nooit bij de konijnen gaan zitten knuffelen, dan leren de kinderen dus dat je dat dus niet doet. Nou, een konijn is eigenlijk, je kan het eigenlijk heel goed vergelijken met een hond of een kat. Zeg maar, die hond en die kat die moet je opvoeden. En je konijn moet je dus ook opvoeden. Als een konijn dus gedrag vertoont wat je niet van hem wil, dan moet je dat niet accepteren. Want als hij op een gegeven moment groot en volwassen is, dan kan het dus zijn dat dat gaat eindigen in bijten. Kijk, ik aai hem gewoon en daarmee duw ik hem ook een beetje zachtjes tegen de grond aan. En dat geeft voor hem aan dat ik dominant ben. Terwijl ik gewoon hartstikke lief ben voor hem. En plus, konijnen hebben een rangorde, dus er is overal altijd een baas. En ieder konijn zal kijken van wie is de baas, dat gaan ze uitproberen. Dus zeg maar het bijtgedrag van deze, dat komt bij mensen zeg maar, die niet zo stevig in hun schoenen staan. Die gaat die bijten, om te kijken van wie ben jij de baas of ben ik de baas. Er zijn tegenwoordig konijnenscholen, net als hondenscholen zijn er ook konijnenscholen. En daar kan je dus leren met je konijn over hekjes te springen of over of target volgen. Dus dan volgen ze een balletje. Dus je kan konijnen echt africhten. Dus konijnen zijn heel intelligente dieren die je prima iets kan laten doen. Naar de dierenwinkel, koop een klein hokje en stoppen daar één konijn in. Ja, ja, dan krijg je dus een konijn die gefrustreerd raakt. Want net als kinderen die niet naar buiten kunnen om te spelen, die heel vervelend worden en achter de bank geplakt moeten worden. Zo is het ook met konijnen. Als een konijn zijn energie niet kwijt kan, dan gaat hij een uitlaatklep zoeken. En een van de dingen die ze kunnen doen, is op je hand gaan springen op het moment dat jij het hok binnenkomt. Nee, konijnen zijn echt groepsdieren. En als je hier de groepen ziet, zeg maar, of de konijnen ziet, de camera kan het niet zien. Maar misschien is de camera bij te draaien. Zeg maar, daar zit gewoon een koppeltje. Die zijn helemaal gek op elkaar. Die zoeken elkaar constant in deze groep ook op. Die gaan altijd tegen elkaar aan liggen. Die wassen elkaar. Dus ze slapen samen. Ze eten samen. En dat is wat wij mensen ook graag doen. Wij mensen zijn ook niet graag alleen. En het is natuurlijk heerlijk als je gewoon lekker tegen iemand aan kan gaan liggen als het koud is. Hoeveel konijnen krijg je jaarlijks binnen? Ongeveer tussen de 400 en 500 konijnen. En we hebben ook nog cavia's. Dus ook tussen de 400 en 500 cavia's komen er ook nog binnen. Dus dat zijn heel veel dieren per jaar. Dat is tussen de 800 en 1000 dieren per jaar wat hier binnenkomt. En waar we weer een goed huis voor zoeken. Dit zijn butters, dat is de onderste. En Disney, dat is de bovenste. Butters is de ram die de hele grote blaassteen in zijn penis had. Daaraan geopereerd is, dus een echte pechvogel. Verder een superlief koppel, maar ja, op leeftijd. Ze zijn geboren in 2008. Dus ze zoeken gewoon nog een supergoed huis waar ze gewoon heerlijk nog een jaar of 3 tot 5 heerlijk kunnen genieten. De meeste konijnen zijn gewoon het liefst buiten. Konijnen zitten heel graag buiten. Wij adviseren een schuilhok zeg maar, waar ze in ieder geval lang uit in kunnen liggen. Met eraan een vaste ren en minimaal 1,5 vierkante meter per konijn. Dus zeg maar 3 vierkante meter voor een koppeltje konijnen. En dan hangt het natuurlijk ook vanaf, neem je zo'n koppeltje, hè, dit formaat, of neem je een paar Franse hanghoren. Die hebben natuurlijk iets meer ruimte nodig. De konijntjes daaronder, dat zijn half wilde konijntjes. Dus als een konijn zeg maar, door mensen op straat wordt gezet, al dan niet bewust, en het is een voedster, dan kan ze een wilde ram tegenkomen en dan krijg je dus, de baby's zijn dan half wild
En die worden nooit 100% mak. Dit nest is ontstaan doordat de mensen een nest hadden gehad en alle rammen en voedsters bij elkaar hebben laten zitten. Er zijn schattige konijntjes uitgekomen, maar het is wel broer-zus geweest die het met elkaar hebben. De oudste is inmiddels 36 en toen zij 28 was, heeft ze een dochter gekregen. Die staat hier ook, maar die heeft ook maag-darmproblemen, dus moeilijk om gezond te houden. En de verzorgsters die willen echt niet meer dat ze weggaan, dus we hebben gezegd van nou weet je, deze blijven, maar er komen ook geen nieuwe opvangponies bij, want daar zijn we slecht in het uitplaatsen. Ja, dit is Fluffy. Fluffy die kwam bij ons, iemand benaderde ons en die zei van nou, hij zegt ik heb een onwijs vals konijn. En als jullie hem niet nemen laat ik hem inslapen. Want ze zegt ik ben gewoon echt bang van dat konijn. Dus ik snap, joh, weet je, ik zeg breng maar. Ik zeg inslapen dat kan altijd nog als wij ook vinden dat hij vals is. En ze is naar pleegzorg gegaan. En daar zaten de kinderen met haar op schoot. Dus zo vals was ze. Het betekent dus zeg maar dat het gedrag veroorzaakt werd door onwetendheid in hoe je met konijnen moet omgaan door de vorige eigenaar. Helaas heeft het, is het gewoon een konijn met lang haar wat toch gewoon zo moeilijk bij te houden is dat hij kwam uit pleegzorg vandaan. En toen bleek ze gewoon onder de klitten te zitten, ja, waardoor we er helemaal hebben moeten scheren. Dit programma wordt u aangeboden door Leibrand Telecom.